Goedendag. Afgelopen nacht zijn in sommige regio's zeer zware buien overgetrokken met veel regen, bliksemontladingen en zelfs omgewaaide bomen. In de omgeving van Eindhoven was dat het geval. Vanmiddag en vanavond zouden er zulke buien kunnen gaan ontstaan boven Nederland. Met name in het westen, het zuiden en het midden van het land ontstaan ze in de middag en in de avond trekken ze dan naar het noorden weg. Vanmiddag wordt het voor de buien uit nog zomers tot tropisch warm met zo'n 24 tot 31 graden in het oosten en zuidoosten van het land. En bij die warme lucht ontstaan dus mogelijk zware buien met hagel, windstoten en lokaal ook veel regen. Vanavond kunnen er nog een paar buien voorkomen en is het nog lang warm, maar vannacht wordt het dan droog. Morgen waait er een frisse westelijke wind en daardoor is het een stuk minder warm dan vandaag. Een groot deel van de zaterdag blijft droog, een enkel buitje is wel mogelijk. En er is genoeg ruimte voor de zon, vooral in de middag. Op zondag keert de zomerse warmte weer terug en kunnen er opnieuw een paar stevige buien gaan ontstaan bij 26 graden. Maar volgende week, dan wordt het iets minder wisselvallig, gaat de temperatuur geleidelijk aan wel iets omlaag. Maar vandaag dus zomers warm en een aantal fikse buien houden bericht in de gaten.